Dag Hans, sinds onze vorige video, amper een maand geleden, lijkt de wereld helemaal veranderd. De inval in Oekraïne zet de verhoudingen tussen Rusland en het Westen op scherp. We zien de energieprijzen verder pieken en de beurzen die kleuren rood bij de gedachte aan een heel langdurig conflict of zelfs een recessie. Tijd voor een macro-economische analyse. Hans Bevers, Chief Economist bij de Groof Peterkam. Hoe kijken jullie vandaag eigenlijk naar dit conflict? Ja, in de eerste plaats met veel ongerustheid natuurlijk. En het past in de eerste plaats om medeleven te betuigen voor de slachtoffers van de oorlog. Dus ik denk dat dat absoluut op de eerste plaats moet komen. Daarnaast is onzekerheid het woord van de dag, van de week, van de maand allicht. En dat zal allicht nog voor lange tijd zo zijn. Dus ja, maar natuurlijk moeten we ook door een economische bril kijken. Het is onze dagelijkse job ook. Ja. Je verwijst daar naar die onzekerheid die er is. Ja, we vragen ons natuurlijk af van, is er kans op een verdere escalatie? Is het reëel dat andere Sovjet-staten betrokken zouden worden in dit conflict? Kan je daar iets over zeggen? Het is enorm moeilijk. Dus we weten vandaag amper, of niet zelfs, hoe de situatie in Oekraïne zelf zal aflopen. We hebben de eisen gezien van meneer Poetin. Dus de Donbass, de Krim, de neutraliteit van Oekraïne in NATO-perspectief. Maar goed, alle rationaliteit lijkt bij momenten verloren, dus we moeten er ook zeer omzichtig over blijven. En ja, verder dan Oekraïne of een uitbreiding van het conflict, in zekere zin, als je een brede definitie hanteert, is dat conflict natuurlijk al uitgebreid. Maar ik wil niet speculeren over verdere invallen buiten Oekraïne. Als we dan kijken naar de macro-economische impact, wat kan dit betekenen voor de groei en voor de al hoog oplopende inflatie? Ja, dat hangt dus in de eerste plaats samen met de vorige vragen. Dus uiteindelijk kom je terug bij fundamentele onzekerheid. En het is duidelijk dat de koopkracht van gezinnen ja, een extra hit moet nemen door die verdere stijging van die grondstoffenprijzen. Dus niet alleen energieprijzen, gas, olie, maar natuurlijk ook voedingsprijzen. Dus het zijn belangrijke graanexporteurs. Dat komt er bovenop, industriële metalen, die prijzen hebben we ook duidelijk omhoog zien gaan. Dus dat maakt dat de bevoorradingsketens ook onder druk komen. En dus ja, hoe dat je het ook draait of keert, is een negatieve supply shock, een negatieve aanbodschok. Dus het is duidelijk enerzijds dat de groei neerwaarts wordt geïmpacteerd en anderzijds dat inflatie hoger zal zijn voor een langere tijd. Kan onze economie dat aan? Wel, dat is de fundamentele vraag en de risico's zijn duidelijk neerwaarts. Ik wil zeker geen positief signaal hier signaleren in de eerste plaats. Dat is niet mijn betrachting, maar ik denk toch wel dat we kunnen zeggen dat er een zekere resilience is, zoals ze dat dan in het Engels zeggen, een bestendigheid, een veerkracht. En ik zie die voor een aantal redenen. Ten eerste, ja, de economie kwam met een zeker momentum uit die laatste pandemiegolf. Met een arbeidsmarkt die fors is opgeveerd, met een werkloosheidsgraad die intussen onder het niveau van voor de crisis is. Met een werkgelegenheidsgraad die ook fors hersteld is, participatiegraad ook. Dus dat momentum zit er voor een stuk nog wel in. We zouden terug een betere zomer moeten kunnen verwachten op dat vlak in het zuiden van Europa. Tweede factor is ook dat gezinnen enorme spaartegoeden hebben opgebouwd de voorbije 2 jaar. Dus door een hogere spaarquote. Dus er zijn wel wat middelen achter de hand. Natuurlijk, hun sentiment zal niet verbeteren, in tegendeel. Dus dat kunnen we wel in de volgende bedrijfsenquêtes, die meten naar vertrouwen en ook consumentenenquêtes, zullen we dat wel geïmpacteerd zien. Dat staat bijna buiten kijf. Gezinnen is één zaak dan, maar dan heb je nog de overheid. De overheid zal denk ik ook wel, en we horen die signalen vandaag al tussenkomen, om die energiepil te verzachten. En dan zijn er nog de bedrijven die allicht niet zullen hun lange termijn investeringsplannen, die ze al hadden op het vlak van digitalisering en de klimaatproblematiek, die zullen ze ook blijven verder zetten. Dus ja, recessie puur technisch gezien valt zeker niet uit te sluiten, maar ik denk wel dat er een zekere veerkracht is nog altijd van die economie, maar altijd met twee woorden spreken. Als de situatie weer verandert en die alle prijzen opnieuw fors hoger schieten, ook absoluut niet te beroerd om dat aan te passen. Dat is uiteindelijk wat we dagelijks doen. We zitten samen en if the facts change, we change our minds. Yeah. Laten we dan eens kijken naar de centrale banken. In de vorige video heb je verteld dat zij plannen hadden om geleidelijk aan de rente te gaan optrekken. Is die strategie veranderd door de oorlog in Oekraïne? Niet fundamenteel, omdat uiteindelijk ja, geconfronteerd wordt met een negatieve aanbodschok. Dat maakt dat de inflatie langer hoger zal zijn, dat is duidelijk.
En centrale banken zagen sowieso al dat de onderliggende inflatoire druk toenam. Hè. Die verspreidde zich. Het was niet alleen olie meer, het was niet alleen energie meer, nog voor de escalatie in Oekraïne. Dus dat maakt dat zij sowieso al extra waakzaam waren. De plannen om renteverhogingen door te voeren waren er al. Deze week komt de ECB samen, donderdag. Ze zal allicht de rente niet verhogen, want dat stond sowieso niet op het programma in Europa, maar wel tegen het einde van het jaar. Dat kan nog altijd doorgaan, maar hier zal de impact op de groei uiteindelijk doorslaggevend zijn. Ik zie het nog altijd wel gebeuren, maar de ECB zal ook verhoogde waakzaamheid signaleren. Dat zal duidelijk zijn, denk ik, met betrekking tot de financiële markten. Als er echt op de financiële markten condities ontstaan die nefast zijn voor de algemene economische ontwikkeling en de stabiliteit, dan zal de ECB daar wel ingrijpen. Ze heeft die ervaring ook zeer sterk ontwikkeld de voorbije periode met de pandemie, ook vroeger de eurozonecrisis. Dus de middelen zijn er, de instrumenten zijn er. In Amerika komt de Fed volgende week samen en die eerste renteverhoging die zal zeker doorgaan. Hè. En dus we kunnen nog verdere verwachten, denk ik ook, in de loop van dit jaar. De vraag is, tot hoever kan de Fed uiteindelijk gaan? Goed. We hebben daar in een vorig gesprek al allusie op gemaakt. Toen was de verwachting 2,5%. Vandaag zeggen markten dat kan iets minder zijn. We gaan dat van dag tot dag moeten bekijken. Maar in ieder geval, rentevoeten zullen structureel laag blijven. Dat staat eigenlijk wel vast. Ja. Ja, Hans, jullie volgen de toestand uiteraard dag aan dag op. Wat is de impact van deze crisis nu op de invulling van de beleggingsportefeuilles? Ja, dus concreet hebben we twee acties hier ondernomen. Dus 22 februari hebben we Europese aandelen afgebouwd. Was het de facto zo dat de Amerikaanse aandelen in de portefeuille belangrijker waren, werden, nu nog altijd, vandaag de dag. Het accent ligt meer daarop. Tweede actie is geweest op 3 maart dat de cyclisch georiënteerde aandelen ook wat werden afgebouwd. Hè. Dus vandaag zijn we niet zozeer koper van aandelen. We wachten nog even af. De situatie is precair. We hebben het daar voldoende over gehad en hebben het daar nog altijd elke dag over. Maar fundamenteel zijn we wel positief gestemd over de huidige waarderingen van aandelen. Dat blijft zo. En een tweede element daarbij komend is nog altijd het belang van diversificatie. Hè. De portefeuille profiteert vandaag van die positie in dollars, van Zwitserse frank en ook overheidsobligaties. Die diversificatie blijft absoluut noodzakelijk. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting en jullie volgen het verder op. Dank u.